Wat een week weer afgelopen week, want de AEX sloot met een verlies van 18,5% de week af. Dus het verschil tussen het einde van de week op vrijdagmiddag vergeleken met het begin van de week op maandagochtend, dat was dus een min 18,5%. En ook de andere beurzen deden het niet veel beter, wat er inmiddels voor heeft gezorgd dat mijn belegd vermogen met meer dan 20.000 euro is afgenomen de laatste maand. Maar het is ook alweer een interessante tijd waarin er veel gebeurt, er is veel nieuws, we kunnen ook dus veel dingen leren. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik deze week van plan ben in ieder geval om elke dag een video te maken, een update te maken van wat er gebeurt op de beurs en dingen die we dus kunnen leren. Korte video's van zo'n 5 tot 10 minuten om het toch wel elke dag interessant te houden om iedereen toch te blijven kijken heel de week. Maar tegelijkertijd net genoeg tijd om toch weer het nieuws te behandelen en iets uit te lichten. Iets wat interessant is, iets waar we iets van kunnen leren, wat we kunnen toepassen op onze beleggingsstrategie. En in deze video wil ik naar 3 dingen gaan kijken. Ten eerste, we zitten inmiddels in een bear market. En wat is dan een bear market? Ten tweede, van moeten we nu verkopen? Want er wordt natuurlijk heel veel verkocht op dit moment aan aandelen. En als laatste kijken we even terug naar de koersen van de afgelopen week van beurzen en verschillende aandelen ook. En we letten hierbij dan vooral ook op de Amerikaanse beurzen. Dat heeft eigenlijk 2 redenen. Ten eerste zijn er veel van mijn volgers die Amerikaanse aandelen hebben. Vaak de grootste bedrijven, de meest bekende techbedrijven zijn Amerikaans. En als je in ETF's of indexfondsen belegt, dan beleg je dus ook vaak indirect in dit soort bedrijven. En de tweede reden is natuurlijk ook dat de Amerikaanse economie gewoon de grootste ter wereld is. De Amerikaanse economie is goed voor 55% van de wereldeconomie. Dus als je dat soort dingen volgt, heb je automatisch meer dan de helft in Amerikaanse aandelen zitten. Dus dat zijn de belangrijkste redenen om ook vooral op Amerikaanse markten te gaan richten in deze video. Laten we dan vooral naar het eerste punt gaan kijken. En dat was de bear market. Want we zitten inmiddels in wat ze noemen een bear market. Dat wil zeggen dat we 20% gedaald zijn vanuit een recente piek. De precieze manier waarop ze dit meten, wat als recent wordt beschouwd, dat heb ik niet echt kunnen vinden. Of dat nou een maand is, 2 maanden. Het is in ieder geval een recente piek. En halverwege vorige maand hadden we die piek. Inmiddels zijn we dus meer dan 20% gedaald. Inmiddels volgens mij al bijna 30%. Dus we zitten officieel in een bear market. Als het nou juist goed gaat met de economie, dan zitten we in een bull market. Dat hebben we eigenlijk de laatste 10, 11 jaar gezien. Sinds de vorige crisis van 2008, laten we het maar even noemen voor het gemak. Elke 10 jaar komt er een crisis aan. Nu heeft het iets langer geduurd. En het ziet er wel naar uit dat dit het begin is. En dat het zijn eigen gewoon door zal zetten. Dat dit waarschijnlijk weer zo'n recessie of crisis zal worden. De vraag die je dan misschien hebt is, hoe lang duurt zo'n bear market dan voordat we weer positief gaan worden en omzetten naar een bull market? Nou, als we gaan kijken naar een overzichtje van marketwatch.com, dan zien we dat dit gemiddeld zo 146 of 206 dagen duurt. Dus afhankelijk van welke beurs we het over hebben, over de S&P 500 of de Dow Jones Index. En omgezet naar handelsdagen, want het gaat natuurlijk hier naar handelsdagen, is dat zeg maar 6 tot 9 maanden. We zien ook tegelijkertijd dat de beurs dan in zo'n tijd gemiddeld met 35% daalt. En dat de impact van een crisis ook vaak steeds sterker wordt. Was de dotcom-bubble rond de jaren 2000 tot 2002, zorgde die nog voor een afname van 50%. Tijdens de kredietcrisis van 2007 tot 2009, die was verantwoordelijk voor een afname van 57%. En je ziet dus ook dat ze steeds heftiger kunnen worden en ook waarschijnlijk zullen worden. En niet alleen dat, ook de snelheid waarmee een bear market wordt bereikt neemt toe. Alleen in de jaren 30 ging het sneller, zoals je hier kunt zien. We zijn inmiddels op dit punt deze bear market binnen 19 handelsdagen bereikt. Dus in 19 handelsdagen is er meer dan 20% afgegaan. En je ziet dus alleen in de jaren 30, tijdens de crisis van de jaren 30, ging dat sneller en was het in 15 dagen. Alle andere crisissen die er zijn geweest, die hebben er langer over gedaan om dit punt te bereiken. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er veel wordt verkocht, maar gelukkig ook weer tegelijkertijd veel wordt gekocht. Niet zoveel als dat er verkocht wordt, maar er zijn misschien mensen zoals jij en ik die toch af en toe willen profiteren van deze koersen, wat extra geld willen investeren en juist nu aandelen gaan kopen. En dat zorgt natuurlijk ook voor volatiliteit. Niet alleen die kleine beleggers zoals wij, maar ook zeker grote beleggers die dan weer reageren op nieuws wat er vaak vanuit overheden bijvoorbeeld weer binnenkomt. Maar als je eigenlijk gaat kijken naar die verkopen, dan zijn het aan de ene kant natuurlijk particuliere beleggers die vaak gaan verkopen omdat ze zien het niet meer zitten. In ieder geval niet op de korte termijn. Misschien ook voor de lange termijn niet meer. Dat ze in één keer denken van dit wil ik niet meemaken. Ik pak mijn verlies, ik verkoop alles en ik ga misschien nooit meer beginnen met beleggen. Nou, dan heb je waarschijnlijk van tevoren niet goed je huiswerk gedaan, zeg maar. Heb je misschien te weinig buffer
opgebouwd, zodat je dit soort dingen niet op emotie gaat doen. Misschien heb je te veel geld tot dus op die manier ingelegd. Of in de verkeerde aandelen belegd, waardoor je juist op dit moment denkt van ik moet er vanaf. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen nu beslissen om nu te verkopen, omdat ze denken dat het nog verder gaat dalen. En dat ze op een later moment weer juist willen inkopen, weer het geld gaan investeren. Alleen dan ga je natuurlijk op een punt komen van, dan kun je waarschijnlijk dus de markt timen. Tenminste, dat is je gevoel. En iets later in de video zal ik daar trouwens ook op terugkomen. En we hebben natuurlijk ook nog, behalve particuliere beleggers, institutionele beleggers. De echte grote beleggersbedrijven, zeg maar, waar het gewoon hun werk is om dit te doen. Zij hebben natuurlijk vaak plannen van tevoren al gemaakt die gewoon worden gevolgd. Wanneer er dit gebeurt met een aandeel, verkopen we het. Misschien wanneer er dat gebeurt, kopen we het juist weer. Ze hebben juist systemen die dit automatisch regelen, omdat ze dat van tevoren al hebben ingesteld. En waarschijnlijk juist op het moment dat er heel veel wordt verkocht door anderen, zullen zij ook gaan verkopen, waardoor het effect alleen nog maar groter wordt. En dan krijg ik ook van heel veel mensen de vraag van, moet ik op dit moment gaan verkopen? Nou, ten eerste kan ik daar het antwoord niet voor jou voor geven. Dat is een persoonlijke keuze. Alleen ik zou zeggen, als je voor de lange termijn belegt, en dat wil dus zeggen meer dan 10 of 20 jaar, dan is mijn antwoord nee. Dit hoort er gewoon bij. Dit heb je waarschijnlijk ook rekening mee gehouden. Profiteer er misschien eventueel juist nog van door je gemiddelde aankoopprijs naar beneden te brengen als de koers daalt. Juist in die aandelen die je al hebt, ga gewoon door met het plan wat je had. En durf ook gewoon 10, 20 jaar vooruit te kijken. Als we juist in het verleden gaan kijken naar dit soort momenten, dan komt het eigenlijk altijd wel weer goed en staan we altijd hoger dan dat we 10, 20 jaar geleden stonden. En mocht je nou juist willen beginnen met beleggen, want ik merk dat toch heel veel mensen willen beginnen juist. Juist vanwege die lagere koersen op dit moment. Onder deze video vind je trouwens links naar brokers die ik aanbeveel, zoals de Giro en FlatEx. En op die manier kun je makkelijk en snel een account openen en aandelen gaan kopen. Maar even terug naar het punt of het verstandig is om te verkopen of niet. Nou, waarschijnlijk niet als je een lange termijn visie hebt, maar dan kunnen we eigenlijk nog onderscheid maken tussen twee dingen. Aan de ene kant ETF's en indexfondsen. Nou, als je die manier hebt gekozen voor je beleggingen, dan is het waarschijnlijk zo dat je direct al spreiding hebt, want je hebt een hele sector, een heel land of misschien wel de hele wereldeconomie. Je hebt dus al spreiding. Dus op die manier zou ik zeggen, waarschijnlijk is het niet nodig om hier dingen te gaan verkopen. Ga gewoon door met je plan en kijk over 5 of 10 jaar hoe je er dan voor staat. Als je nou juist losse aandelen hebt gekocht van bedrijven zoals Tesla of Apple, dan zou het zo kunnen zijn dat het misschien een moment is om te verkopen. Dat hangt niet per se af van de koers. Dat is trouwens een groot verschil. Maar vooral naar de activiteiten van het bedrijf, worden deze juist bedreigd door de corona en wat er de komende maanden nog te wachten staat. Je ziet bijvoorbeeld dat Apple de winkels in China op dit moment weer opent, maar in de rest van de wereld juist hun winkels sluit. Nou, als je gaat kijken, dit heeft natuurlijk een behoorlijke impact op de omzet of de winst van Apple. Aan de andere kant, Apple heeft zoveel geld achter de hand, die kunnen dit waarschijnlijk wel weer uitzetten. Maar er zijn misschien ook wel bedrijven die dit juist niet achter de hand hebben. En als zij zo'n impact krijgen dat ze moeten sluiten of de omzet halveert, dat zij misschien de eerste 3, 5 maanden wel overleven, maar op lange termijn niet. Dus ga niet kijken naar de koers als die halveert. Ga gewoon kijken naar wat is de impact voor dit bedrijf. En heeft het de mogelijkheden om over een jaar nog steeds te bestaan? Als daarop het antwoord nee is, dan is het waarschijnlijk dus wel een goed moment om nu te verkopen. Want dan krijg je er tenminste nog wel iets voor, ook al heb je dan een verlies. Maar ja, dat is dus per bedrijf apart en dat kan ik niet in deze video per bedrijf dus gaan behandelen. En laten we als laatste dan even gaan kijken naar de koersen. En dat zijn dan de koersen van de afgelopen week. Nou, donderdag was een heel erg slechte moment. Eigenlijk op AEX, maar op alle beurzen. En op de Amerikaanse beurs was het zelfs de slechtste dag sinds 1987. De S&P sloot bijvoorbeeld af met -9,5%. Kijken we dan juist weer naar vrijdag. Dat was weer juist direct de beste dag sinds de vorige crisis. De S&P 500 ging toen juist 9,3% in de plus. En dat had er weer mee te maken dat Trump de noodtoestand eigenlijk aankondigde voor de hele VS. En daarmee komt er heel veel geld beschikbaar vanuit verschillende noodfondsen. Fondsen dus die geld apart hebben staan voor dit soort situaties. En daarmee natuurlijk de economie gestimuleerd kan worden. Andere dingen gedaan kunnen worden, waardoor natuurlijk de paniek afneemt. En in dit voorbeeld keken we naar een hele beurs. Kijken ook naar specifieke aandelen, zien we eigenlijk hetzelfde. Een goed voorbeeld daarvan is Air France KLM. Op donderdag gingen die met -13% onderuit. En juist op vrijdag plusten ze weer 13%. Waarschijnlijk had dat er ook wel mee te maken dat de Franse en inmiddels ook wel de Nederlandse overheid zegt van, we gaan er alles aan doen om Schiphol, KLM zo min mogelijk nadelen hiervan te laten ondervinden. Want ze worden natuurlijk hard getroffen door deze crisis. Dat er minder wordt gereisd en noem het allemaal op. Dus dat heeft natuurlijk weer een heel erg positief effect op het aandeel. En eerder in de video had ik het dus al over de markttimer. Omdat je nu denkt, ga verkopen om op een later moment goedkoper in te kopen. Nou, eigenlijk zie je wel dat een
zelfs al in 2 dagen je heel verschillende beelden kunt zien. Als je juist donderdag alles had verkocht en je had er het weekend over na willen denken of willen afwachten, dan had je natuurlijk verkocht op de slechtste dag in de lange tijd natuurlijk. Dus had je al verlies gepakt. Maar je had daardoor wel de vrijdag gemist, de beste dag sinds de vorige crisis, sinds 2008. Zo zie je dus maar dat de ene dag de beste dag gevolgd kan worden, of juist vooraf gegaan kan worden door de slechtste dag. En dat het eigenlijk voor niemand echt duidelijk is van, je kunt de markt niet timen, want het hangt van zoveel factoren af. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook niks verkocht. Ik kan het moment niet bepalen. Ik zit er toch in voor de lange termijn, dus ik kan net zo goed de komende 5 of 10 jaar nog afwachten. En ik ga er gewoon van uit dat het aandelen zijn die dan meer waard zijn geworden. Het zijn niet de bedrijven waarvan ik denk, die vallen de komende jaren om. Dus het heeft geen reden voor mij om te verkopen. Het is alleen maar interessanter geworden juist om te kopen. En in de video van morgen zal ik dit als voorbeeld pakken met Disney. Een aandeel wat best wel hard getroffen is, juist omdat de parken in Azië gesloten worden. Maar Disney is nog veel meer dan alleen deze parken. Daar vallen nog veel meer dingen onder. Dat ga ik dus morgen behandelen om te kijken van, is het nou terecht dat Disney zo hard getroffen wordt? Dat de koers zo hard getroffen wordt? En wat heeft dit voor effect op de onderliggende activiteiten? Maar dat komt in ieder geval in de video van morgen samen met het laatste nieuws van die dag. En heb je na het kijken van deze video nog vragen of opmerkingen, laat ze in ieder geval achter in de reacties onder deze video. Dan kan ik daar al reageren of ik neem het deze week in een video mee dat ik dan antwoord kan geven op je vraag. En wil je nou beginnen met beleggen? Zoals gezegd, onder deze video vind je alle links naar brokers die ik in ieder geval aanraad. En dat je misschien wel kunt profiteren van de lage koers op dit moment. En dan wil ik je tot zover weer bedanken voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je het een leuke en interessante video vond. Op die manier weet ik welke video's en onderwerpen ik vaker moet maken. En help je het YouTube kanaal natuurlijk groeien naar die 10.000 abonnees. Want meer mensen krijgen deze video te zien. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En deze en komende week zijn dat dus waarschijnlijk meer video's dan die 2 die ik zo net zei. En als je die video's niet meer wilt missen, klik dan hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.